3, 2, 1, let's go! Hier gaan we, oké. Okay. Hey man, ik heb een village gevonden, wat dacht je daarvan? Ja, ik heb hem ook al hoor. Ah, ja, fuck off, joh. Bij mijn derde seed kreeg ik gelijk een village, dus ik heb er nu ook eentje. Later boys, let's go to the nether, man. Oh yeah, hier zijn we. Goed. Oh, ho, ho. Hey Arm, ik heb meteen in de nether een fortress gevonden, man. Het is maar een 5% kans, maar please. Nee. Leer, heb ik helemaal niks aan. Wat heeft hij nu gedropt? Obsidian. Misschien moet ik de obsidian meenemen. En dat is waar de video vandaag eindigt. 4000 likes en het volgende deel komt meteen morgen online. Please. En de pearls. Come on, do it. Nee, go. Yes, give me the gold, man. Oh, ja, ze worden weer boos op me. Volgens mij worden ze boos als je goud pakt. Wat kan ik droppen? Mijn inventory zit zo f***ing vol, ja. Even zien dat, kan wel weg. Oh, nee, deze beesten zijn net iets te sterk. Fuck. Oké, die is dood. En jij moet gold hebben. Alsjeblieft, kerel. Niet boos zijn. Wat heeft hij net gedropt? Hij heeft weer gravel gedropt, of niet? Weer f***ing gravel. Man. En weer van die bricks. Oh, nee. Oké, ik kan ondertussen wel even een crafting table plaatsen. Hoppakee. Weer een paar gold ingots erbij. Wat heeft hij gedropt? Soul sand. Heb ik ook niks aan. Come on, please. Nee. Ik zie nog nergens enderpearls liggen, man. Hoe kut is dit? Al mijn gold is op inmiddels. Oké, even zien. Hier ergens is het portaal. Het is op zich wel nice om een beetje dicht bij het portaal te zijn, denk ik. Het zie je ook, volgens mij. A few moments later. Alright, laten we het weer proberen. Ik heb een beetje gold verzameld. Even zien, hem eentje geven. En hem eentje geven. Ondertussen plaats ik de crafting table. En maak ik nog wel wat extra gold bars. Boom. En boom. Hey, wat heb ik gekregen? Ice Bucket Challenge. Oh, obsidian. Ja, dat is useless, man. Heb ik niks aan. Wat heeft hij nu gegeven? Nog meer obsidian. Fuck off. Ik heb gewoon ender pearls nodig. Jongens. Hoe moeilijk is het? Nog een fire resistance potion. Water bottle. Dat is ook gewoon useless. Soul. En er komt weer zo'n motherfucker op afrennen. Please, waar is de gold? Ik ben al zo lang aan het rondlopen, maar ik kan nergens goud vinden. Is het wel slim om dit in de nether te doen? Misschien moet ik gewoon in de normale wereld gold vinden. Of gewoon Enderman doodmaken. Bro, ik ben nu al zo f***ing lang in de nether bezig. Oeh, hier beneden is veel goud, man. Very epic. Kom maar door met al die nuggets. Yes. Als ik hierna nog steeds geen ender eyes krijg, dan ben ik er helemaal klaar mee, man. One eternity later. Oké, bijna 6 stekjes inmiddels. En ik word hier door één zo'n man aangevallen. Ik wil eigenlijk wel naar een plekje toe gaan waar meerdere zijn. Zodat ik niet alle trades één voor één hoef te doen. De eerste 21. En dan zo nog 7. En daar nog wat bij. En bada bing, bada bong. Dit is waarschijnlijk niet de snelste manier om te craften. Maar dat maakt niet uit. 22 overal. Zo, 24. We hebben 45 gold. Oké, als ik nu niet mijn enderpearls krijg, dan ben ik er helemaal klaar mee, man. Dan is het mooi geweest. En dan stop ik. Oh, ja, daar heb je die guy weer die mijn schoenen gestolen heeft. Ja, helemaal top, man. Hopelijk gaat hij nu enderpearls geven. Nee, dat zijn geen enderpearls. Loop hier niet meer rond? Hey, hier hebben we er weer één. There you go, maat. Ondertussen ga ik even wat goud minen nog. Yo. Dan wordt hij meteen ook boos op mij. En dat is goed. Want dan loopt hij me achterna. En dan kunnen we hem naar meer leiden. Hey man, wat heb je gedropt? Waar is de loot? Heeft hij wel iets gedropt? Oh ja, hij heeft gravel gedropt. Soul speed. What the fuck is soul speed? Dat is een 1.16 enchantment. Bro, ik heb geen flauw idee wat dat is. Ik heb er letterlijk net weer 14 of zo bijgecraft, hè. Dus ik had in totaal iets van 50 of zo. Misschien meer. En ik ben er bijna allemaal doorheen. En ik heb nog steeds geen enderpearls. Hebben ze het geremoved dat je enderpearls van deze mannen krijgt? Bro, ik snap er helemaal niks van. Het duurt veel te lang. Nee! Bro, ik was niet aan het opletten. Ik dacht dat ik nog veel meer HP had. Nee! Waar ben ik heen gegaan? Ik ben meteen naar de village toe gegaan. Waar is de village? En toen via de village ben ik in het water geweest? Bro, ik kan het me niet eens herinneren. Oké, de village is volgens mij deze kant op. Oh, ik ben dood gegaan. Ik heb geen bed. Wat? Oh no. Ja, ik werd aangevallen door die zombie piglin mannen waarmee je kan traden. Ze werden boos op me. Ja, klopt. Ja. Soms dan worden ze en ik boos. Dan moet je fucking snel gold geven, anders dan vallen ze je aan. Ja, als je gold mined bij hun in de buurt, dan worden ze mad. Oké, waar ben ik heen gegaan nadat ik in de village was? Volgens mij heb ik toen een boot gemaakt en ging ik zoeken naar scheepswrakken. Oh, jij bent zo fucked, weet je dat? Ja, ik ben echt fucked. Ik weet echt niet waar mijn fucking netherportaal staat. Oh ja, mijn bootje staat hier, oh. Oké, top. Dan is het misschien nog wel te doen, want volgens mij is het niet ver hier het land op al. Dat lava van meertje vond ik heel snel. Het was ook zo'n domme manier om dood te gaan. Ik was in mijn inventory bezig en ik wist niet dat ik heel weinig HP had. En toen one-shotte zo'n guy mij gewoon. Of twee hits, zoiets. I don't know. Ja, ik zie het portaal. Het was letterlijk meteen gewoon hier aan de rots. Ik zat al om me heen te kijken, maar overal is spruce forest, dus het moest hier wel zijn. Bro, let's go. Oké, de kans dat ik fucked ben is heel groot. Ik bedoel, ik heb geen armor, ik heb geen voedsel, ik heb geen blokken, ik heb helemaal niks. Maar hier is het. Ja, ik zie mijn shit daar al liggen. Die guy heeft letterlijk mijn schild en shit aan. Oh my god.
god. The disrespect. Oh nee, ik word ook aangevallen door een ghast. En ik kan niet meer sprinten. Maar mijn spul is niet gedespawned. Het ligt hier nog wel allemaal. Oké, die man is nog steeds boos op me. Aight. Oké, die guy die heeft allemaal armor gepakt. Ja, daar hebben we hem. Geef mij mijn armor terug, bitch. Hij heeft mijn golden apple ook gestolen. We got the goods, man. Schildje kan weer aan. Broekje kan weer aan. Armor kan weer aan. Daar gaan we weer, boys. Ik heb weer 12 gold ingots. Dit is zo kut, man. Oh, there we go. Pickaxe is kapot. Oké, dit is helemaal kut. Even zien. Zo. En... Oh, nee, wacht. We moeten eerst sticks maken. Hopelijk werkt dit. Werkt dit? Come on, kan dit? Ja, dit kan gewoon. Top, top, top. En nadeel is wel dat de golden pickaxe ontzettend snel breekt. 36 gold. Let's go, man. Jij, makker. Hier, neem wat gold van me. Come on, man. Please. En de pearls? Nee, obsidian. No, no. Wat heeft hij gedropt? Gravel. Fuck jou. Eindelijk! Oh my fucking god! Ouwe, ik dacht oprecht dat het gewoon niet mogelijk was. Het zijn er 4. Oké, dat is helemaal niet zoveel. Maar nu weten we tenminste wel zeker dat het mogelijk is. En het is voorbij. Ik heb nog 1 gold ingot. Please? Het kan nog. Oh! Oh my god. De clutch? Nee, hij heeft weer 4 gegeven. Are you fucking kidding me? Ik heb meer nodig. Misschien kom ik wel Enderman tegen terwijl ik meer iron probeer te fixen. Maar mijn schild is bijna kapot. Mijn pickaxe is kapot. We gotta go, man. Dit is een compleet ander portaal. Waar ben ik nu weer afgezet, joh? Dat kan toch helemaal niet. Oh, mijn oude portaal staat daar, oh. Oké, dat is vaag. Als ik nu hier erin ga, zou die dan ook weer een nieuw portaal maken in de Nether? Nou, hier gaan we. Even zien. Hoppakee. Respawn point set. Die shit, die liep dood. Het enige wat ik nodig heb is snel even wat iron and then get the fuck out of here, man. Ik denk dat ik dan gewoon meteen weer terug ga naar de Nether. Ik plum mijn bedjes hier ook even heen, want die heb ik nu toch niet nodig. En mijn inventory zit de hele tijd vol, dus dat is irritant. Oh ja, wacht eens even. Helemaal vergeten, maar ik heb dit gangetje natuurlijk nog van het begin. En als we hier naar beneden gaan, kan ik als het goed is wel wat iron vinden. Want there is one big ass cave over here, man. Oké, skeleton boy. Yo, I don't give a shit. Jullie boeien me op dit moment niet heel veel. Oh ja, je was ook nog die spider spawner. Creeper. Aw, man. Uh-oh, nog één. Stop. Oh ja, ga maar even nuken op die skeleton. Ja, nice. En skeleton ook neer. There we go. Heb ik torches? What the fuck zijn mijn torches, man? Auw. Oh, what the fuck? Dit komt door die gouden pijlen. Hé, dat is wel handig voor de Ender Dragon, man. Dan kun je hem lekker duidelijk door de lucht heen zien vliegen. Oké, ik ga hier gauw nog even een kijkje nemen. Beneden. Is een beetje iron. Ik had eigenlijk gehoopt om misschien wat goud te vinden hier of zo, maar fuck it. Yo, ik heb weer 3 iron en dat is alles wat ik nodig heb. We go back to the Nether. Fuck it, man. Het is nog geen nacht, dus ik kan toch geen Enderman tegenkomen. Hé, hier gaan we weer, man. Lekker golden nuggets opgraven de hele tijd. Top. Wat is dit leuk? Minecraft speedrun. Ja, jij bent boos. Oké, ik snap het, ik snap het. Oh, fuck, wat doen zij veel damage, jongen. Laat me met rust. Snel crafting table maken. Yo, zit hij nog? Ja, hij zit recht achter me. Goed, crafting table. Barbing, barbong. Ik heb weer ingots. Als ze nu boos op me worden, dan kan ik ze tenminste even bezighouden. In ieder geval, hier zit nog wat als het goed is. Yes. Thank you and thank you. En nog eentje hier beneden. Top. Alright, ik hoef letterlijk maar 1 enderpearl drop te hebben. Dus ik kan ondertussen wel traden. Als ik gewoon 1 keer random lucky ben, dan kan ik stoppen met goud verzamelen. Wat is dat? Souls sand. Nee, hebben we niks aan. Man, man, man. Oh, hij is nu boos. Oké, man. Hier. Take another ingot, dude. There you go. Don't be mad, man. Please. Huh? 12. Fuck it, man. Dat is genoeg. Dat is volgens mij niet genoeg. Want je hebt maximaal 12 nodig om het portaal te starten. Maar hey, als ik 1 of 2 per ongeluk kwijtraak door ze in de lucht te gooien en op zoek te gaan naar de stronghold. Fuck it. Ik kom vast wel Enderman tegen. Ik wil gewoon uit de Nether. Hey, het is nacht. Zou ik gaan slapen of zou ik gewoon hopen dat ik Enderman onderweg tegenkom? Fuck it. Ik ga niet slapen. Laatste beetje goud meenemen. Al die bedden moeten mee. Die quartz, die heb ik niet nodig. Leer heb ik ook niet nodig. Ik heb ook een nieuw leren helmpje nodig. Want die is bijna kapot. Oh, en we hebben natuurlijk ook een nieuw schildje nodig. There we go. Even zien, die kan weg. En vervolgens alle ender pearls hierin. En barbing barbong. Eye of Ender, baby. We did it. Epic adventure to the end. We moeten die kant op. Alright. Hey. Nee! Oké, we moeten Enderman doodmaken onderweg. Letterlijk de allereerste pearl die ik gooi. Hij breekt. Hij brak gewoon, man. Let's go on the water. Oh, dit is kut. Nu kan ik trouwens geen Enderman tegenkomen. Please, break niet. Nee, hij is ook gebroken. Kijk eens even wat we hier hebben. Oké. Oké. Ah! Creeper. Yo. ja, moet ik die gouden blokjes meenemen? Volgens mij boeit dat allemaal helemaal niks meer. Weet je wat? Stik maar. Ik ga er vandoor. Ik heb die gouden blokjes niet nodig. Ik heb al getrade in de Nether en het viel me zwaar tegen, oké? Hey, precies wat ik nodig heb. Kom hier, makker. Haal hem neer. En yes. Precies wat ik nodig heb. Boom, boom. En we hebben er weer 1 eye bij. Hey.
Ik heb geen silk touch, maar die enderman die had dat dirt blokje vast. Aight, we moeten weer een nieuwe boot maken, boys. Even hier omheen gaan. Yes, yes, yes. En dan gaan we hier het vasteland op. Als we nu teruggestuurd worden, dan zit hij ergens onder in de oceaan. That would be pretty annoying. Come on, please. Oké, okay, ja, we moeten nog steeds rechtdoor. Moet ik verder nog iets fixen voordat we de end ingaan? Ik heb echt geen flauw idee. Wacht, hoe ver zijn we nu? Ik ben nu al bijna 2000 blokjes getraveld. Oh my god. Oké, okay, laat ik hier weer even eentje gooien. Nope, het is nog steeds rechtdoor. Oké, okay, oké, okay, kut, hij is kapot gegaan. That's pretty sad, man. In ieder geval, het is nog steeds rechtdoor. Ik heb echt geen flauw idee hoe ver we moeten travelen. En of ik genoeg Eyes of Ender heb. Hoe kut is het als we straks eenmaal bij de portal room zijn en ik heb één of zo te weinig. Gaan we weer kijken of we nog de goede kant op gaan. Oké, okay, oh, er zit nu ook een kleine bocht in trouwens. Nee, hij is weer kapot gegaan. Bro, oh no, oh no, oh no. Ik heb er nog 9. Dit is niet goed. Dit is zeker weten niet goed. Misschien had ik dat goud van net bij die nether portal wel mee moeten nemen, man. Ik weet ook niet hoe vaak ik die pearls moet gooien. Ik bedoel, ik heb nu al de neiging om er nog één te gooien. Maar waarschijnlijk moeten we nog verder deze kant op. Please, break niet. Wow, het is terug. Oké, 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 oké. Dat is goed. Dit is prima, Jima. Uit. Dan ga ik gewoon hier ergens in de grond graven. Het was net daar bovenop nog verder die kant op. Hier was het terug. Dus we gaan lekker in het midden zitten. En deze cave. Het is gewoon deze cave, man. Fuck it. Oké, het is niet deze cave. Op hoop van zegen. Recht naar beneden. Even zien. Dit is een doodsgewone cave. Alright. Dan ga ik... Ik wilde zeggen, dan ga ik gewoon verder met naar beneden graven. Maar misschien dat ik hier snel de stronghold in kan vinden. Hier verder naar beneden nog. Stronghold. Is er ergens hier misschien wellicht een stronghold te vinden? Hey, there we go, man. Ik zie de bricks. Easy. We made it. I spy achievement. Nu is het alleen nog de vraag of we genoeg Eyes of Ender hebben om daadwerkelijk het portaal aan te zetten. Hier komt licht vandaan. Volgens mij moet je het licht volgen. Oh nee, hier kom ik letterlijk zelf vandaan. Ja, nee, dit is niks. Zombie, laat me de rust, pik. Oh, het zit in een big ass cave hier, oh. Top. Niet mij eraf, yeet, AUB. Stop. Oké, okay, misschien kan ik via hier zien waar ik heen moet gaan. Want de kamer waar het uiteindelijk is, zit lava in. Ah, oh, dit is dom. Waarom doe ik dit? Oh, get juked, man. Val even lekker naar beneden. Oké. Okay. Wat hebben we hierin? Iron zwaard en iron pickaxe. Man, wat heb ik daar nou aan? Oh, dit ziet er veelbelovend uit. En het is alles behalve veelbelovend. Het loopt gewoon hartstikke dood. Volgens mij is de kamer met het portaal erin ook altijd op een laag punt, toch? Dit is al een van de laagste punten die er is. Oké, okay, fuck it. Ik ga mezelf omhoog bouwen. Ja. Nee, ik zie hier helemaal niks. Fuck, waar is het, man? Hoezo is dit zo moeilijk? Oh, is het hier? Het gaat hier nog naar beneden. Come on, please. Laat het hier zijn. Oh ja, er is licht hier beneden. Hier om het hoekie? Nee, het is gewoon een torch weer. Volgens mij zit de daadwerkelijke speedrun timer inmiddels al over de 2 uur. Oeps. Uit, hier is ook niks. En hier loopt het ook weer dood of zo. What the fuck is hier allemaal gaande? Dit is echt de meest verkrekte dungeon ooit. Als ik hier nu een Eye of Ender gooi, leidt hij me dan naar de portaalkamer? Ja, nee, we zijn eigenlijk nog steeds gewoon niks opgeschoten in principe. Hebben we hier iets? Oh, we fucking did it. Oké. Okay. Oké, okay. We zitten op zo'n 2 uur en 5 minuten of zo op de timer. Ik heb geen flauw idee. Zilvervisjes, kunnen jullie even opdonderen? Badabing, badabong. Er zitten 2 in. Nee, nee, er zitten 2 in. Fuck. Ik heb een 9. We hebben nog 1 extra nodig. Oh my fucking god. Oké, okay, nou hier gaan we. We moeten weer omhoog zien te komen. Hopelijk is het nacht. En dan gewoon net zoveel Enderman doodmaken totdat we eentje krijgen. That's all we need, man. Gewoon eentje. Oh, kut. Alright, blijkbaar was dit onder water. Ik heb even een paar torches geplaatst. Dan weet ik waar het is. Zo. Daar is het, niet vergeten. Ik ga de hele tijd gewoon in 1 rechte lijn lopen. There we go. Ik zie de eerste Enderman al. Come on, please. Please, ja. Ja, 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 ja. Hey, lucky man. Het is volgens mij echt 1 op de 4 of zo. Of hij daadwerkelijk een Ender Pearl gaat droppen, ja of nee. Yo, daar hebben we zo'n guy. Oké. Okay. Alright. Jij moet even opflikkeren. En even zien, waar was het? Het was hier, oh. Alright, hopelijk stik ik nu niet. Dan ga ik dood onder water. Uh-oh. Ja, nee, ik ga weer omhoog. Bruh, please. No, 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 no. Not like this. Oh, er staat ook een creeper. Not like this, man. Not like this. Ik heb natuurlijk een pilaar van cobblestone omhoog gemaakt. Dus alles wat ik moet doen is gewoon even dit afsluiten. En dan gaat al het water weg. Boom, there we go. Oké, okay, back to the portal we go. Hopelijk val ik niet in het lava. Ah, nee, there we go. Niks aan de hand. Ik moet nog even wat items die ik niet nodig heb droppen. Dit kan weg. De diamond kan weg. Ik denk dat ik een... Ga ik een iron helm maken? Dan ben ik full iron armor. Dat is op zich wel sick. Ja, dirt kan ik op zich wel gebruiken. Die golden nuggets kunnen wel weg. Die pijlen wil ik bewaren. Flint en steel kan volgens mij ook wel weg. En dan heb ik water in mijn hotbar nodig. Ik heb blokken in mijn hotbar nodig. Alright, ik ga oprecht gewoon nu even minen, zodat ik op z'n
zijn minst een stekkie of anderhalf stekkie aan blokken heb. Nou, alhoewel, als ik te weinig blokken heb, kan ik altijd ook nog gewoon endstone minen. Ik denk dat we ervoor moeten gaan, man. Het is nu gewoon geen speedrun meer. Ik ben dingen absoluut niet snel aan het doen. Oké, dat is luid. Ik ga het muziek even iets zachter zetten. Ik heb geen zin om die nare geluiden van de end super luid te horen. Oké, here we go, man. In de end, let's go. Waar moet ik heen? Ik moet daarheen. Oké. Ik wil geen blokken verpesten, dus ik maak eerst wel even een wenteltrappetje omhoog. En dan bouw ik uiteindelijk een brug. That's the plan, man. Voor de rest, als ik omhoog gejiet word door de Ender Dragon, moet ik gewoon 4 spammen. En heb ik meteen mijn water bucket. En ja, daarnaast, gewoon hopen dat ik het overleef eigenlijk. Kan ik vanaf hier die paal raken? Come on. Ah, het moet veel hoger. Even zien, zoiets. Ik ben veel te ver weg, of niet? Oh, dat was wel in de buurt. Here we go. Even een bruggetje maken. Wat gebeurt er? Ik hoor geluid. Schoot hij op me? Oh, bro. Hij schoot letterlijk iets op me. Oké, man. Zo, bruggetje is af. Here we go, man. Nu moet ik gewoon zo snel mogelijk al die palen breken. There we go. One shot, one hit. Easy. En dan deze hierboven. Hij is niet raak. Oh, fuck. Hij kogelt me met shit. Oké. Oh, hij schiet weer met iets. Stop met schieten, man. Oké, come on. Oké, deze moet je hier in het hoekje zo raken. There we go. Easy. Alright, volgende hero. Free shot. There we go. Bam. Die hebben we ook te pakken. Nu moeten we deze hoge hero hebben. Ja, deze staat fucking hoog. Dus dat is heel irritant. Misschien als ik even deze angle pak, zoiets. Please, iets raak. Oh. Hij was ook nog raak ook. Yo, ik weet niet hoe speedrunners dit doen, man. Dit is echt gewoon moeilijk. There we go. Die was ook raak. Op naar de volgende. Dat is die. Oh. Even dat ding dodgen. Oeh, die was in één keer raak. Top, top, top. Dan moeten we die hebben. Die was ook in één keer raak. Ik begin beter te worden. Alright, nu deze toren. Even zien. Iets hoger. Oké, volgens mij is dit letterlijk de laatste. Maar die is wel echt heel moeilijk. Dus ik ga mezelf... Oké. Stop alsjeblieft met dat doen. Raak dat ding gewoon. Ja! Did it! Volgens mij is dat de laatste, of niet? Die is leeg. Volgens mij is die hierboven leeg. Weet ik niet zeker. Yo, nu is die Enderman boos op me. Oké, weet je wat? Laat maar. What the fuck is hier trouwens allemaal gaande? Gaat dat basisspul ook weg, zeg maar? Yo, ik doe dit wel even. En here we go. Boom. Oh, ik damage die Enderman daarmee ook meteen. Want Enderman kunnen niet over water. Got him. Come on. Raak iets. Hoeveel pijlen heb ik nog? Ik heb niet superveel pijlen meer. Als hij in het midden gaat chillen, dan is hij van mij, man. Come on. Dat is 1 hit. 2 hits. 3 hits. 4 hits. Oké, here we go. Here we go. Dit is heel luid. Hoezo is dit zo fucking luid? Oké, dan moet ik daar achter schuilen. En boom. Nee. Wat is dit? Please. Oh god. Ah, there we go. I did it. Oké, hij is half HP, man. We chilling. Ik ga de golden apple opeten, zodat ik extra sterk ben. En hier gaan we. Al dit vuur moet uit. There we go. Come on. Blijven knallen. Oh god. Niet daarin blijven staan. Hoezo mis ik alles? Zo moeilijk is het toch niet om dat ding te raken? Even zien. Ik moet er iets boven schieten. Oh, hij gaat volgens mij nu naar beneden komen. Jup, jup, jup. Hey, ik schiet trouwens met die gouden pijlen, maar er komt geen cirkel om hem heen, man. Oké, ik kan hem niet meer raken vanaf nu. Wat doet hij? Oh, ik word weggejiet. Huh? Bed plaatsen. Blokje erachter en boom. Here we go. Ik heb hem weer gehit. Hij is bijna dood, dames en heren. Oh yeah. Oké, nu ga ik even rennen en eten. Schieten. Wanneer hij straks weer in het midden gaat chillen, is hij dood. Dan is hij van mij, man. Tot die tijd. Lekker blijven knallen. Oh, mijn pijlen zijn op. Nee. Mijn fucking pijlen zijn op. Are you kidding me? Oké, nou ja. Dan moet ik wachten totdat hij naar beneden komt. Kan ik in de tussentijd misschien pijlen oprapen? Liggen hier pijlen op de grond? Please, kom even naar beneden. Ja, hier komt hij. Hier komt hij. Oh yeah. Moet er een bedje hebben? The final blow, man. Dit wordt hem. Oh, hij valt me aan. Stop. Come on, kan ik hem? Ja, 1, 2 en boom, boom en please. There we go. We hebben het gehaald. Nu moet ik alleen dit nog overleven, please. Oh yeah, we did it. Ik heb het fucking gedaan. Stop de timer. Het is voorbij. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Oh ja, dan moet ik hierin springen en boom, speedrun voorbij. Speedrun van iets van 2 uur en 10 minuten. But we fucking did it, man. Yo, yo, yo. Ik heb het gehaald, man. I did it. Iets van 2 uur en 10 minuten in totaal of zo. Ik weet niet precies. Holy shit. Ik was na een half uurtje eruit, man. Maakt niet uit. I fucking did it. Dit is letterlijk de allereerste keer dat ik het spel uitgespeeld heb, hè. Ik heb het nog nooit eerder echt gewoon legit uitgespeeld. Je hebt er wel eens de Ender Dragon legit verslagen. Nee, niet legit. Vroeger ging ik gewoon altijd alles cheaten en dan vloog ik erheen. Bedankt voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan eventjes. En zie ik u de volgende keer weer. Hey, later!